Een tijdje geleden werd er aan Jeff Bezos, de rijkste man op aarde, werd er aan hem gevraagd wat hij ervan vond dat hij zo ongelooflijk veel geld waard was. En of hij het niet een beetje egoïstisch vond dat hij zoveel geld waard was. Het antwoord daarop dat hij gaf aan de interviewer was: Amazon is ongeveer 1 biljoen waard, terwijl ik maar 100 zoveel miljard waard ben. Dus ik heb andere mensen met 800 miljard ongeveer rijker gemaakt. Heel veel mensen zien het nooit op deze manier. Zelf vond ik succesvolle mensen, rijke mensen, dat soort mensen vond ik een aantal jaar geleden ook egoïstisch en arrogant en al die andere dingen die vaak worden geassocieerd met rijk, succesvol en groot presterende mensen. Bijvoorbeeld die mening die er over Jeff Bezos in die vraag werd gesteld, die hebben heel veel mensen en dat is een heel groot probleem, vind ik zelf. Dat mensen zo naar succesvolle mensen kijken, dat mensen zo naar goed presterende mensen kijken en dat mensen zo kijken naar rijke mensen. Dus daarom wil ik in deze video het onderwerp egoïsme en waarom egoïsme iets goeds is voor de wereld, wil ik met je bespreken. Dus druk vast op de like, abonneer op mijn kanaal Ethical Gains en dan gaan we beginnen met deze video. Zoals ik net in de intro al heb gezegd, egoïsme wordt vaak geassocieerd met rijke mensen, succesvolle mensen, goed presterende mensen op sportgebied, op bedrijfsgebied, op alle verschillende gebieden worden deze mensen vaak geassocieerd als egoïst en daarom juist als heel erg vol van zichzelf, niet denken aan andere mensen en heel erg arrogant. Dit zijn allemaal verschillende associaties die heel veel mensen en ik zelf een aantal jaar geleden ook met dit soort mensen maken. Maar als we weer naar de hoofdvraag teruggaan van wat is het doel van het leven? En vaak is het antwoord, heel veel mensen zeggen op dat antwoord en ik zelf ook, is om gelukkig te zijn, om gelukkig te leven. En wat is er nodig om gelukkig te leven? Je moet je passie vinden, je moet heel goed in je passie worden en daardoor ga je de wereld daarmee verbeteren. Dus wat je passie is en hoe je er beter in wordt, verschilt natuurlijk op ieder gebied. Voor mijzelf is mijn passie fitness, voeding, veganisme en dit overbrengen op andere mensen, zodat ik de dieren op de wereld minder ga laten lijden en daardoor ook de mensen op de wereld minder ga laten lijden en daardoor weer de wereld een stuk beter gaan maken. Dat is mijn passie. Wat jullie passie is, als jullie die hebben gevonden, zou ik graag in de comments willen horen van jullie. Maar dus om heel erg goed in je passie te worden, wat het ook mag zijn, zul je vaker voor jezelf moeten kiezen dan voor een ander. Als iemand iets aan jou vraagt, dan zul je dus vaker nee moeten zeggen. Nee is nee! En dat is niet iets slechts om nee tegen een ander te zeggen. Want vaak als je ja tegen een ander zegt, terwijl je dat bijvoorbeeld niet wil of je hebt andere prioriteiten eigenlijk in je hoofd, en je zegt dus ja tegen een ander, dan zeg je dus nee tegen jezelf. En ik hoop dat iedereen het ermee eens is dat jij en ik, dus ik ben de belangrijkste persoon in mijn leven, jij bent de belangrijkste persoon in jouw leven. Dus je moet altijd jezelf voorop stellen. Dus als het ware, je speelt altijd zelf de hoofdrol in je leven en niet een bijrolletje of een supergrote rol van iemand anders te leven. Tuurlijk, je speelt rollen in andermans levens en anderen in jouw leven. Maar het mag nooit zo zijn dat de persoon van wie het leven is, dat die niet de hoofdrol speelt. Want dan cijfer je jezelf dus een beetje weg, waardoor je dus niet supergoed in je, of in je passie misschien wel nooit vindt, omdat je alleen maar dingen voor anderen doet. En daardoor kun je dus niet supergoed worden in wat jouw passie daadwerkelijk is. Een goed voorbeeld hiervan is dat bijvoorbeeld vorig jaar of 2 jaar terug, dan werd er bijvoorbeeld aan mij gevraagd van: hey Timo, ga je mee naar deze en deze verjaardag? Want ja, die is jarig en dan moeten we even langs. Eigenlijk hebben we er allemaal geen zin in, maar we moeten er toch eventjes langs. En dan zei ik, terwijl ik eerst altijd ja zei, zei ik van nee, want ik wil namelijk vroeg naar bed. Of gewoon de normale tijd wil ik naar bed, omdat ik in de ochtend wil gaan trainen. En want daar liggen mijn prioriteiten. En als ik zoiets zei, dan werd ik vaak heel raar aangekeken. En vaak werd dat ook tegen mij gezegd van: Timo, je denkt echt alleen maar aan jezelf. Je bent echt een hele grote egoïst. En dus werd er weer die negatieve associatie met egoïsme, werd het er weer aangelegd. Terwijl doordat ik die keuzes consistent maakte, dat ik mezelf voorop stelde, dat
mijn eigen doelen voorop stelde, mijn eigen passie, wat ik ondertussen had gevonden, wat namelijk fitness, voeding en veganisme was, doordat ik die op de voorgrond deed laten stellen, dat ik er steeds meer van wilde leren, dat ik er beter in wilde worden, dat ik progressie wilde maken in mijn lichaam, doordat ik die op de voorgrond zette in plaats van doelen of wensen of andere dingen van andere mensen, werd ik dus als egoïst gezien in plaats van als iemand die mezelf probeerde te verbeteren met als doel de wereld beter te maken. En als je op die manier naar egoïsme kijkt, als iemand die zichzelf zo goed mogelijk probeert te maken, dan denk ik dat iedereen op die manier gaat denken en steeds, of in ieder geval steeds meer mensen op die manier gaan denken, waardoor er dus meer mensen zijn of minder mensen die bang zijn om zichzelf op de voorgrond te zetten, waardoor diegene dus veel beter wordt in het leven. En waardoor hij dus andere mensen's leven ook beter kan maken, omdat je heel veel waarde daardoor aan de wereld toevoegt. Een goed voorbeeld hiervan vind ik, volgens mij is het op kanaal Koerts Gezaakt. Die hebben altijd super leuke video's, vind ik zelf, hele interessante video's. En dat was namelijk over increasing the pie, rather than taking a larger cut of the pie. Dus dat ging er echt om dat om de wereld te verbeteren, of om zelf meer te krijgen, hoef je dus niet van andere mensen af te pakken, maar kun je het gehele, de hele taart, als het ware, kun je groter maken, waardoor jouw stuk, maar ook andermans stukken, worden daar dus allemaal groter. En in die video vond ik zelf ook dus weer vooruitkomen dat het zo ongelooflijk belangrijk is om voor jezelf te kiezen als eerste, en daarna pas te kijken naar anderen. Dan wil ik hier dus niet mee zeggen van fuck iedereen en hou met niemand rekening, want dat is natuurlijk ook niet ideaal. Je moet natuurlijk rekening houden met wensen en doelen van anderen, maar die gaan niet boven jouw doelen en dromen. En daarom wilde ik dus deze video even maken, omdat het gewoon super belangrijk is, vind ik, om naar buiten te brengen dat een egoïst zijn of een egoïst genoemd worden, moet je echt opvatten als een compliment, omdat dat betekent dat andere mensen zien dat jij aan jezelf aan het werken bent. En dat is natuurlijk het belangrijkste wat je ook maar kan doen in het leven. Dus nogmaals, laat je passie weten in de comments. Ik ben echt super benieuwd naar jullie passies. En dan ga ik daar op reageren. En dan wil ik je echt super bedanken voor het kijken. Onthoud deze boodschap van deze video ten alle tijde, want het is echt ongelooflijk belangrijk. En laat je niet van de wijs brengen door wat andere mensen hierover tegen jou zeggen. Als ze hun bijvoorbeeld nog het negatieve beeld van egoïsme in hun hoofd hebben. Dus druk op de like op deze video. Daar ben ik echt super blij mee. Dus ik wil je alvast super erg bedanken als je op de like hebt gedrukt. Laat een reactie achter, dus met je passie. Maar ook nieuwe video ideeën worden erg gewaardeerd door mij. Abonneer op mijn kanaal Ethical Gains. En dan zie ik je in de volgende video. En vergeet de Ethical Gains niet te maken. I've been going in, I'ma close the case.